voeren gaan om te kijken of het daar allemaal wel goed gaat. En wij kwamen hier donderdag en we stapten hier uit voor de deur, voor de receptie, want wij moesten met de caravan natuurlijk afspreken. Maar ondertussen liep ik hier naar binnen. Ik zag dit, ik zag de toiletten, ik zag de accommodatie erachter en ik zeg tegen Ger, het kan volgens mij niet verkeerd gaan. Als we een klein beetje mooi weer hebben... Dan moet het goed gaan. Nou, en het is goed gegaan. Omdat wij wat vroeger waren, hebben we hier de omgeving. Ang zegt, joh, ik weet wel mooie routes. We hebben 2 dagen op de fiets hier in de omgeving gefietst. En ook dat kon, naar mijn mening, dan niet meer stuk gaan. Toen kwamen wij vrijdagavond. Voor degenen die hier waren, er was een geweldig... Ja, ik hou niet van Chinees hoor, dat zeg ik eerlijk bij. Maar voor die prijs mocht ik ook niet verwachten natuurlijk. Maar het was grandioos georganiseerd. Alles was er. De drank, je hoefde maar een kick te geven, nog niet eens een kick. Als je niks zei, dan kwamen ze al met alles aan. Dus wat dat gaat, hadden we niet geklaagd. Toen kwam de zaterdag. Ik kom hier, ik was vroeg op, ik had me gedoucht en ik loop even hier naartoe om te kijken van hoe gaat dat nou eigenlijk met het ontbijt. En toen waren ze hier al druk bezig, de tafels konden al gezegd. Daar staan allerlei mensen, die staan daar van die commissie, die staan alles klaar te zetten en te maken. Ik vond het. En dat moeten jullie met mij beamen en ik denk dat iedereen dat zo is. Het was een geweldig ontbijt. Ja. Goed. Toen gingen we op de fiets, dat duurde wat langer als dat we gepland hadden. Maar dat kwam door omstandigheden. We rijden door een prachtig natuurgebied. Echt, ik heb toen wij met z'n allen, tenminste, nee, laten we zeggen, toen wij in Kijkduin waren op een strandwandeling vorig jaar. Ik werd er al gezegd van misschien gaan we een keer naar Lemelen toe. En toen dacht ik, ja, deze moet ik in Lemelen doen, joh. Nou, maar doe dit. Dus toen ik dat natuurgebied daar zag, toen we aan het fietsen waren, toen dacht ik, joh, het is hier echt heel erg mooi. Dan komen we bij zo'n boer aan. Ja, je komt aanrijden, je ziet een oude boerderij, maar ik zag al gelijk, die man die had toch een soort gastgevoel, hè? Want je voelde je gelijk als gast. Zijn broer die 40 koeien heeft, die gesubsidieerd wordt door ons allemaal, omdat hij een lage pachtprijs krijgt en een hoge melkprijs. Ik dacht, nou ja, dat neem maar op de koop toe. Een boer die daar met zijn melkmachine of bier maakt, dus dat vond ik op zich toch, dat heb je als je VVD stemt, want dat doet hij geloof ik, dan heb je ondernemingsgeest. Dat vond ik op zich heel erg leuk, we hebben daar met z'n allen ondernemingsgeetje wat we hier konden klaarmaken opgegeten en we gaan verder. En ik dacht van mezelf, nou we zullen terug naar huis fietsen. Moeten we deze kant op? Ja. Ik het niet hoor. Hallo allemaal. Zo, jullie zijn slow. Hey, Bodhi. Jullie zijn allemaal zo weg onderweg gaan. Ja? Ik heb de shortcut genomen, hè? De snelweg. Hallo. Hallo. Hoi. 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 Better late than never, hè? Ja, hebben we ook nodig, hè? Hey, kijk, ze hebben nog een meneer. Nee, komen we toch aan bij een soort safaripark. Het was grandioos. Het was echt... Nou, ik heb best wat meegemaakt in mijn leven, maar de wijze waarop die mensen, de gasten toch ondanks die regen. En ik zag hem gaan naar de... Nee, laat me zo zeggen, we gingen die boot bouwen. Nou, ik dacht van mezelf, dat wordt echt niks. Die watervier is onderdoop, waarom zou wij het dan niet kunnen? En ze gingen die rivier op, toen was het nog mooi weer.
Waar is Lucas? Hey, ik heb je! Nou, we moeten kijken. Toen ging het natuurlijk ontzettend soort regenen. En het leek er even op dat het droog werd. En toen zei die man van we gaan verder met dingen. En toen zag ik hem gaan naar die activiteiten met twee van die kinderen erachteraan. Ik denk, dat is voor die maar zo langzamerhand sukkelde dus alles door. En er werd dan inderdaad het hele programma werd dan afgewerkt. Zo. Annabel wel? Ja. Ja. Ik denk dat zij die ook. Wat makkelijk is, hij lichter natuurlijk. Ja. Hé Karel, dan kan je op je buik zo, hè? Zelfs zodanig dat het was om 5 uur en iedereen dacht het is afgelopen. Dat die man zegt ik heb nog iets waar je kan lachen. Nee, en toen begon aan die spieren en toen begonnen die spelletjes dat maakten het heel, natuurlijk helemaal af. Dus dat links, rechts, links. Was, naar onze mening, en dan spreek ik namens ons allemaal, was dat natuurlijk geweldig. Dan krijg je natuurlijk de avond. Ja, ik vind die barbecueavond, ik vond het echt, echt super georganiseerd. En dan spreek ik niet alleen naar mij, maar namens ons allemaal. Zelfs de hond. Ontzettend geluk gehad met het weer, want je zou toch vandaag de activiteit van gisteren moeten doen. Vooral gaat hebben een klein beetje geluk, omdat er al een aantal van ons bomen zijn die daar natuurlijk een goed woordje voor gedaan hebben. Wat belangrijk is, en dat zeggen we iedere keer van de familieband, toen ook mijn oma kwam het overlijden, toen zei ze van ja, dan breekt de band weg en dan ga je elkaar niet meer zo vaak zien. Nou, daar is niet zoveel van terecht gekomen. Ik vind, en persoonlijk, ja, ik vind op zich al dat je iedere verjaardag moet vieren, maar dat schijnt tegenwoordig modern te zijn als je dat overslaat. Ik vind zo'n familiedag moeten we proberen met z'n allen toch een keer in stand te houden. Is het niet voor ons ouwtjes, dan is het ook niet voor de kids. Ik heb mijn jurk met rozen aan, al vele malen uitgedaan.
Ze zeggen, Roos, vergeet me niet. Als er langzamerhand toch een band komt. Je ziet het daar groen, je ziet elkaar al zo weinig. En voor de kinderen is het heel anders. Commissieleden, kom eens even naar voren, want ik moet je zeggen, alle commissieleden even hier op mijn rijden. Want ik vroeg aan iemand, wanneer zou ik namens ons een woordje kunnen doen? En wie is het hoofd? En wie is het hoofd van die commissie? En toen bleek er geen voorzitter te zijn. Ja, dan is het moeilijk praten. Tegen wie ga je nou eigenlijk? Wie roep je de verantwoording? Ze hebben allemaal taken verdeeld. Ik mis natuurlijk rechts. Thomas. Wij missen Lex ook erbij. Jullie zijn de politie. Ik ga niet de hoofdmotor noemen, want ik vind dat jullie allemaal geweldig gedaan hebben. We keren echt helemaal niks om. En daarom geef ik aan jullie een schandelijk applaus. Ik ga jullie. Dat deze commissieleden ook volgend jaar doen. Ja. En wat er zit daar verloopt wordt. We gaan even kijken. We moeten in ieder geval zorgen dat het continu blijft. En op een jaar, dat is op 2 jaar. Vaste planten, maar op een dag chrysanten, die gaf hij toen aan mij. Hij greep het in zijn tanden. Hoe ga je met me dansen? Ik zei van harte kansen, vanavond ben ik vrij. Ik trok mijn jurk met rozen aan. Oh, had ik dat maar. Maar niet gedaan. Hij noemde mij steeds Roosmarie. Ik fluisterde zo heet ik niet. Ik had mijn jurk met rozen aan.